De afgelopen week ging het veel over het geheugen. Zowel bij het interview met Giet op de Beek over haar hervonden incestherinnering als in de zaak over het al dan niet executeren van de treinkapers bij De Punt. De mariniers legden tegenstrijdige verklaringen af over wat er was gebeurd en konden zich een aantal dingen niet meer herinneren. De advocaat van de nabestaanden van de twee kapers, mevrouw Zegveld, overweegt om de mariniers aan te klagen voor mijneed, omdat ze, ik quote, verklaren in strijd met de waarheid. Dat lijkt mij een bizar verwijt. Het zou eerder verdacht zijn als ze 40 jaar na dato niet zouden verklaren in strijd met de waarheid. Het geheugen is namelijk volstrekt onbetrouwbaar. Iemand die daar veel over heeft geschreven is professor Wagenaar. Ik volgde in de tijd een paar colleges van hem waarin de vraag centraal stond: kan iemand zich een moord herinneren die hij niet heeft gepleegd? En het antwoord daarop is ja, dat kan. Het geheugen is namelijk niet statisch, maar dynamisch, en het blijft informatie en vooral beelden integreren. Wagenaar deed om dat te bewijzen een prachtig experiment, en dat wil ik graag even aan jullie voorleggen. Hij vraagt een aantal studenten om een fotoalbum mee te nemen van vroeger en aan de hand van die foto's te vertellen over hun jeugd. Wat hij er niet bij zegt is dat hij aan de ouders van die studenten heeft gevraagd om een getrukte foto van die student als kind in een luchtballon tussen die foto's te doen. Die studenten bladeren dus door dat album en vertellen over hun jeugd, en aangekomen bij die foto's van die luchtballon, die ze dus niet kennen, zegt de helft: nou ja, dit klopt niet, dit is raar, dit is helemaal fout. Maar de andere helft die zegt: nou, dat is raar, die foto kan ik me niet herinneren, maar kennelijk ben ik dat vergeten. Aan die studenten vraagt Wagenaar om 2 weken later een album opnieuw mee te nemen. En nu zegt de helft van die studenten dat ze het zich inmiddels weer herinneren. En sommigen hebben er ook een heel verhaal bij gemaakt. Die zeggen van: ja, nee, maar ik weet het nog. Mijn zusje die was ziek, daarom zit ik ook alleen in die luchtballon. En ik heb de jas aan, want ik weet nog, het was heel koud. En ja, het is waar, je ziet dat was bij Breda en zo. Dat is allemaal niet waar, maar het is wel degelijk een herinnering geworden. Nou, mij lijkt dus de kans dat bij die rechtszaak tegen de Nederlandse staat iets als een onomstotelijke waarheid wordt gevonden zo goed als nul. En ik vind het dan ook een heilloze zaak. Wat over zal blijven zijn namelijk opnieuw opengereten wonden. Oud-mariniers die zich beledigd voelen dat zij verantwoording moeten afleggen. De Molukse gemeenschap die zich weer opnieuw verraden voelt door de Nederlandse overheid die hun begin jaren 50 een eigen staat heeft beloofd. En het roept de lastige vraag op: is het zo erg dat terroristen bij een bevrijdingsactie geëxecuteerd worden als ze 3 weken lang 54 mensen in gijzeling hebben gehouden? Of hoort dat bij de risico's van het vak? Tot slot, is het Nederlands rechtssysteem niet te veel begaan met de dader en te weinig met het slachtoffer? Kortom, deze zaak kent alleen maar verliezers. Mooi, interesting. Dankjewel, Arthur Emgrove.